Gaan we kijken hoe we dus een event kunnen toevoegen. Nou, ik zag dat jullie al wat events hadden toegevoegd. Hartstikke goed. Maar ik ga het toch nog een keertje behandelen in deze videoreeks. Daarvoor gaan we weer terug naar de backend. De backend, voor de duidelijkheid, is altijd de achterkant. En daar zien we events. Zo, daar klikken we even op. En hier zijn dus een aantal events zijn er toegevoegd door iemand, Ineke zo te zien. Ineke is lekker bezig. En we willen eigenlijk gewoon nog een event willen toevoegen. En we kunnen heel makkelijk zelf weer een @event toevoegen. Maar wat eigenlijk nog veel handiger is, is om een bestaand event te dupliceren. Dan heb je namelijk al alle instellingen in staan en hoef je eigenlijk alleen nog maar de inhoud aan te passen. Nou, in dit geval doen we test event zo. Nou, deze houden we eventjes hetzelfde voor het gemak. We kunnen zeggen we doen het event de hele dag, of je kunt zeggen nou we doen een event op bijvoorbeeld ik wat 1 mei en van 7 uur tot 12 uur. Hier kunnen we nog het plaatje kunnen aanpassen. Zo. En dit is het plaatje voor het event. Ja, en ververs. En vervolgens zeggen we publiceren. Nou, helemaal top. En dat ziet er dan als volgt, ziet dat er zo uit. Als die is toegevoegd, dan hebben we dus een test-event. En op het moment dat we erop klikken, krijgen we dus ons plaatje te zien. En hier krijgen we dan ook de gegevens van het event te zien. Zouden we het event, in plaats van een event, noemen we maar een cursus. Ik zal hem even opslaan. Dan komt hij als het goed is hier terecht. Ik zal hem eventjes refreshen. 1, 2. Hoppatee, test event. Dus dan is hij als het ware van dit bakje, is die in dit bakje gegaan. Dus dan is het van een event is het naar een cursus gegaan. En dat kunnen we dus door middel van deze vinkjes aan te vinken in de categorie. Oh ja, we kunnen ook nog het kleurtje kunnen veranderen. Stel dat we bijvoorbeeld, nou dit vind ik eigenlijk helemaal geen mooi kleurtje. Ik wil bijvoorbeeld het groen pakken. Dit is echt super handig. Als je Google Chrome gebruikt, en je klikt op het elementje wat je wil hebben, qua kleur bijvoorbeeld, om te inspecteren. Dan druk je hier zo rechter muisknop, zo, op, zeg je inspect. En dan krijg je dus dit gedeelte te zien. En scroll ik even een beetje naar beneden. En hier zie ik dan de kleurcode van dit stukje groen. Super handig trucje. En die, even kijken hoor. Doe het zo, klik dan op. Hier kan ik die kleurcode toevoegen. Zo. En als het goed is, is die dan. Nou, hij lijkt er niet eens op. Maar ik doe hem heel veel hier. Zo. Als het goed is, is dat toch hetzelfde stukje groen. Zo. Maar in ieder geval, hier kunnen we dus ook het kleurtje veranderen. Als we nu refreshen, dan zien we dat het kleurtje veranderd is. Nou, het is niet helemaal gelukt,
wat ik had gehoopt, maar wat ik ermee wil aangeven is, je kunt dus heel makkelijk het kleurtje kun je dus ook veranderen. En daardoor kun je dus ja, zeg maar segmentatie maken in cursussen of activiteiten. En dan kun je dus op deze manier kun je dat vrij simpel kun je dat doen. Nou, in dit geval was dit natuurlijk een fictief evenement. En als we dan naar het evenementoverzicht gaan, dan gooi je hem dus in de trash, in de vuilnisbak. Dat kunnen ook bij alle evenementen, kunnen we ze gewoon in de trash gooien. En dan is die ook gelijk verdwenen van het overzicht. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt. En ja, ik zou zeggen, als je events toe gaat voegen, succes ermee!